Wij mensen denken alleen maar aan onszelf en maken hierbij de natuur om ons heen kapot. En waar ik me echt voor schaam, is dat heel veel dieren hierbij ook uitsterven. Zelf zie ik robots gewoon echt als dieren. Dus hij is gewoon letterlijk met een volgende stap van evolutie bezig. Is de mens verantwoordelijk voor de natuur? Ik vind het rete belangrijk dat we die das behouden voor de toekomst. En ik heb nog nooit echt zoals nu in het bos gezeten. Scholieren zoeken naar oplossingen voor wereldproblemen. Denktank, vanmiddag op ZAP.